We zetten nu de stap met LIAS naar een eerder op de maatschappij en gedragswetenschappen gericht programma in volle connectie met wetenschap en technologie en met de biomedische wetenschappen. Dames en heren, van harte welkom in wellicht het mooiste gedeelte van het mooiste college van de KU Leuven. De sterkte van de universiteit is die enorm rijke gemeenschap die ons eigenlijk toelaten om in echt grensverleggend, risicovol onderzoek te kunnen investeren. We zetten nu de stap met LIAS naar een eerder op de maatschappij en gedragswetenschappen gericht programma in volle connectie met wetenschap en technologie en met de biomedische wetenschappen, maar ook gestuurd door mecenaat. De geselecteerde thema's zijn op dit moment climate change, voorjaar 2022, media en artificiële intelligentie, najaar 2022, en vergrijzing in zijn breedst mogelijke aspecten, in voorjaar 2023. Die kracht van die gemeenschap rondom die KU Leuven, het feit dat die universiteit veel meer is dan de optelsom van haar medewerkers en studenten, de professoren, de doctoranden, de studenten, maar alle alumni omvat en iedereen die universiteit een warm hart toedraagt, dat brengt ons stilaan bij, ja, wat ik zou durven noemen, een filantropische universiteit die sterker wordt dankzij de steun van velen. Dank om die universiteit sterker te maken. Dank u voor uw aanwezigheid. APPLAUS.